Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben gisteren even heel vroeg naar bed gegaan. Omdat ik me niet zo heel erg oké voelde. En het heeft me echt heel erg goed gedaan. Ik heb echt lekker lang geslapen. En ik werd vandaag echt lekker fris wakker. Dus echt goed dat ik het heb gedaan. Ik ben er blij mee. Ik ben nu bij Alexandrium. En ik sta echt helemaal achteraan geparkeerd. Want er was geen parkeerplek. Echt fucking druk. Terwijl het maandag is. Maar volgens mij is het gewoon druk omdat kerst eraan komt of zo. Want ik had echt geen parkeerplek. Ik ben nu bij Alexandrium. Want ik ga even de 3 artikelen die ik jullie laatst liet zien van de Zara allemaal terugbrengen. Want ik vind ze toch niet helemaal oké. Ik ga ze toch niet dragen. En de rest van mijn bestelling ga ik houden. Ik ga naar mijn opticien. Want ik heb dus kapotte lenzen toegestuurd gekregen. Oh ja. En ik wou mijn nagels doen. Want die zien er zo uit. Ik weet alleen niet of ik het red. Want ja, volgens mij hebben ze het nu aardig druk. En ik heb het een beetje onderschat hoe druk het hier is. Dus I don't know. Ik hoop dat ze tijd voor me hebben. En anders heb ik pech. En moet ik even een afspraak maken bij een nagelstyliste. Ik wil jullie nog even mijn outfit laten zien. Want ik heb die teddycoat dus aan van Come Get Fashion. Met het truitje. En de broek van Come Get Fashion. En het is echt een super chill outfit. Oké, ik ga denk ik als eerst naar de Zara. Want ik heb geen zin om net even met deze doos rond te lopen. Ik heb met mijn spullen teruggebracht naar de Zara. Eigenlijk wil ik daarna mijn nagels doen. Maar ik heb zoveel trek en ik heb nog niet ontbeten. Dus ik ga even snel langs de Laplace om even een salade te eten. En daarna pas mijn nagels doen. Want ze hadden echt best wel snel plekken. Dat had ik niet verwacht. Want ik kon er al met 5 minuten terecht. Maar ik dacht, ik ga eerst eten halen en dan ga ik weer terug. Zoals ze over een half uur plek hadden. Maar ze hadden over 5 minuten al plek. Dus ik ga gewoon lekker rustig eten bij Laplace mijn eentje. En dan daarna mijn nagels doen. Ik ben inmiddels bij de Laplace. En ik heb echt een heel lekkere ontbijt slash lunch. Ik heb namelijk een salade met spruitjes, courgette, tomaten, bolor, tonijnsalade, avocado en sla. Heerlijk. Ik heb een cappuccino en ik heb water. En ik ga nu echt even lekker genieten, want ik heb precies niks gegeten. Verder heb ik wat te melden. Oh ja, vanavond komt Esmee bij mij eten, dus ik moet hierna even alles gaan voorbereiden. En ik wil nog vlees gaan halen. Maar ja, dat zien we straks. Oké, mijn maag is zo klein geworden. Ik heb in mijn koffie al, ik al beginnen aan mijn salade, maar ik zit echt helemaal vol. Dit kan echt niet. Ik moet hier echt iets uit eten. Jongens, ik maak geen grap. Ik ga nu echt gewoon dood gewoon. Ondertussen even lekker water drinken. Maar ik moet dit gewoon opeten, want het kan echt niet gewoon. Eindelijk mijn bord opgegeten. Ik voelde me net echt een klein kind in zo'n bord dat ik kan opeten. Maar ik ben nu zo opgeblazen. Niet normaal. Nou, het is inmiddels donker buiten. Ik ben net klaar met mijn nagels. En die wil ik graag showen voor jullie. Want toen ik dus bij de nagelsalon was, dacht ik even dat ik een kerstvrouwtje was. En zat ik helemaal in die Christmas vibes en zo. En toen dacht ik, nou, laten we maar gek doen. En nu denk ik van, oh, ik moet hier nog wel even 3 weken mee. Maar dit zijn mijn nagels geworden, jongen. Helemaal stuk. Alsof die glitters niet erg genoeg waren, heb ik mijn ringvinger gewoon nog meer glitters. Kijk, wacht. Ik doe even licht aan. En dan doe ik even zo. Focus. Dan zie je het nog beter. Oh my god. What did I just do? Dus, dat heb ik altijd als ik naar een nagelsalon ga. Focus. Ik heb net dus Esmee gesproken. Die had zin in bruine bonen. Nou, ik schrok me dood door die vent. Wat zie ik daar nou de hele... Wat is dit? Zie ik spook of wat? Oh, dat is gewoon een... Nou, sorry, ik word hier gewoon een beetje bang. Want als ik omkijk, zie ik het niet. Is het gewoon een auto of schaduw? Nou, in ieder geval. Nu denk je, waarom ben je zo snel bang in de auto? Ik ga je nog een keer een eng verhaaltje vertellen. Wat er een keer in de auto is gebeurd bij mij. Nee, ik sprak dus Esmee net. En vroeg haar waar ze zin in had. En ze had zin in bruine bonen. Nou,
Ik ken niet zoveel gerechten met bruine bonen. Maar ik dacht van, ik kan wel heel erg lekkere, pittige chili con carne maken. En ik kan het op zich eten. Alleen ik mag het dus niet met rijst eten. Dus de rijst met chili con carne is dan voor haar. En voor mij is het gewoon, dan eet ik gewoon die bruine bonen met gehakt. Heerlijk, ik heb er wel zin in. Vind ik ook echt zo'n wintermaaltijd. In ieder geval, willen jullie mijn enge verhaal horen? Oké, het is echt gebeurd. En Honey was hierbij. Dus ik was met de Honey in mijn oude auto. Toen in die Polo. Ik zat zo. En Honey was naast mij. En wij gingen samen een selfie maken. Of ja, Honey wou een selfie maken. En ik stond gewoon heel droog ernaast. Had ze een selfie gemaakt. Dus wij kijken zo op de selfie. En wij zien hier gewoon achter mij. Het was wel een andere auto. Hier gewoon achter mij. Zien wij een oud vrouwtje zitten. Real talk, hè. Oud vrouwtje stond op die foto. En ja, wij schrokken allebei. We keken echt om van, what the fuck? Maar er was een klein oud vrouwtje daar. En als ik echt heel goed keek naar die foto, dan leek ze wel een beetje op mijn omaatjes. Op zich, daarna vond ik het minder eng, omdat ik dacht van, nou ja, misschien is het gewoon een beetje goede vibes of zo. Ik weet niet. Ik weet niet of ik er per se in geloof, maar ja, daarna vond ik het minder eng, omdat ze, ja, die persoon deed mij gewoon denken aan mijn oma. Ik dacht, misschien is gewoon mijn oma bij me of zo. Emo toch? Dus ik denk van, nou, dat kan gewoon niet waar. Het was gewoon echt een gezicht, hè. Je zag gewoon echt een gezicht. Dus ik zei tegen Honey, nou, maak maar nog een foto om te kijken of dat weer erop staat. En we maakten de foto en toen stond er niks meer op. En toen zei ik tegen Nessim, kijk wat de fuck er net is gebeurd en bla bla bla. Maar Nessim, die houdt dus echt totaal niet van dit soort verhalen. En hij heeft er echt een stronthik van en hij wordt er echt heel erg bang van. Dus hij had me eigenlijk gedwongen om die foto dus te verwijderen. Want hij wilde echt helemaal niks meer te maken met die dingen. Dus toen heb ik hem verwijderd. En later had ik het ook tegen andere mensen gezegd. Maar die geloofden mij dus niet, omdat ik die foto niet had. Maar ja, Honey zat gewoon naast me en ze kan dit verhaal gewoon bevestigen. En dat is dus waarom ik een beetje bang ben in de auto. Soms als ik een avond in de auto zit en ik kijk zo. En ik ben helemaal alleen. En er zijn heel, ja, dan rijd ik op een zo'n donkere weg of zo waar bijna geen verlichting is. Dan word ik echt gewoon akelig en dan kijk ik echt naar achteruitspiegel. Maar goed, laten we gewoon even met z'n allen denken dat het gewoon mijn omaatje was. Mijn kleine lieve omaatje. Rest in peace. Alayhama. En ja, that's it. That's it. Dat was het gewoon. Ik ga nu even snel naar huis. Ik moet nog wel langs de supermarkt. Want ik heb geen bruine bonen thuis. En ik heb geen gehakt meer thuis. En ik ga lekker eindelijk mijn hete peper gebruiken. Die ik niet bij Nessim kan gebruiken. Omdat hij daar niet tegen kan. Ik ben echt blij mee. Doei. Nessim is trouwens niet thuis. Want hij heeft opnames voor Puma. Ik ben net terug thuis. Ik heb even boodschappen gedaan voor ons. Maar ik moet echt even weer de vader doen voordat ik begin met koken. Want ik kan niet koken als mijn keuken vies is. Maar ik ben best wel sad. Want ik verwachtte dus vandaag mijn Kim Kardashian make-up pakketje. En ik heb PostNL daarover gebeld van, hey, waar blijft het nou? Het is inmiddels meer dan een maand geleden. En die kon dus in het systeem zien dat het pakketje gewoon terug is gestuurd naar Amerika. Met een of andere reden. Ik weet niet wat voor reden het kan zijn, maar ja, ik ben wel echt zwaar. Ja, ik ben gewoon zwaar teruggesteld. Oh, inmiddels is mee aangekomen. Best friend. Ze zit te spelen met Kenji, wil ik zeggen. Dat is gewoon Dinar. Nee, Dinar. Wat doet ze nou? Dinar is zo sociaal. Je moet echt niet gaan. Wat wil jij niet doen dan? Oh, model. Oh, ben je mooi. Ja, zij is echt cute. Toch besloten om niet bij mij te eten. En nou, dit is mijn outfit. Mijn teddybeer, coat, mijn pantoffels, mijn waist trainer. Echt sexy. En ik ga dus bij Esmee koken. Zo groot. Oh. Als je alleen jou filmt, zie je maar gewoon niet. Nee, ziet mij niet. Nu wel. Lekker hoor. Nou, inmiddels ben ik hier en is dit mijn keuken van vandaag. Ik ga vandaag chili con carne maken en ik heb al mijn spullen mee. Let's start. Maar jij gaat nu omkleden, ik ga beginnen met koken. Ja.
Hey, dit is Kenzie trouwens. Hey, Kenzie. Hey, Mafkees. Mafkees. Hi. Kijk, Kenzie die vindt dus Blistex helemaal heel raar ruiken. Oh, en hij is heel erg geschrokken nu. Ken, heb ik jou boos gemaakt? Kijk. Oh. Ah, kijk, mijn keukenvrouwtje is aan het koken. Kijk, zo ziet mijn eten er nu een beetje uit. Het ziet er niet echt heel erg interesting uit. Maar het wordt echt heel erg pittig. Want er zit dus deze chilipeper in. Daar zit een halve peper in. En ja, het wordt nog wat. Nou, nu ziet het er zo uit. De bonen zitten er nog niet in, want ik heb gewoon bonen uit blik. Ik denk dat het best wel lekker kan worden. En Esmee is haar eigen rijst aan het maken. En dan maakt ze een beetje op een Indische manier van het plakrijst, zeg maar. Nou jongens, zit het er lekker uit of niet? Wij gaan nu lekker eten. Ik snap echt nog steeds dus niet waarom ik dit heb gedaan, Esmee. Wat vind jij van mijn nagels eigenlijk? Dit is gewoon typisch jij met kerst. Vorige hadden wij hetzelfde. Maar toen was het echt lelijk. Ik heb nu nog een beetje, nee, zeg maar... Ik vind het wel leuk voor kerst en ik vind die echt leuk. Ik heb nog echt moeite gedaan om het zeg maar mooi te laten lijken, maar echt. Zo, het was super gezellig bij Esmee. We hebben lekker gegeten samen. Een beetje Ex on the Beach kijken, echt. Dit seizoen van Ex on the Beach is toch helemaal niet normaal, jongens. In ieder geval, ik ga nu even snel naar huis rijden en dan zie ik jullie thuis. Hey, was jij op mij aan het wachten? Oh, wat lekker! En waar is je zus dan? Waar is je zus? Waar is Susie? Waar is Susie? Oh, Lira! Hi, mijn kind! Hi! Hi, mama! Hi, heb je mij ook gemist? Heb je mij ook gemist? Ben jij mooi met je glansoogjes? Oh, wat zijn jullie lief! En nu? Wat gaan wij nu doen? Gaan wij nu doen met z'n allen? Ik wil jullie dus laatst mijn pakketje van Kylie Cosmetics laten zien. En ik ga het maar even laten zien, anders vergeet ik het weer. Maar ik heb dus een lip kit gehaald van Kylie Cosmetics in de kleur Angel. En het is echt zo'n heel mooie, ja, een bruin kleurtje met een beetje zo'n oranje ondertoon of zo. Ik weet niet goed hoe ik het moet beschrijven. Maar ik ga hem zo even voor jullie swatchen. Maar ik vind het echt zo'n mooie kleur. En die had ik trouwens vandaag op. Kijk, de kleur ziet er dus zo uit. En op mijn hand ziet hij er zo uit. Echt mooi. Hij doet me dus denken aan McSpice. En het is een van mijn favoriete kleuren. Heb ik hier de liquid lipstick van de Coco collectie van Khloe Kardashian dus. En ik heb hier de kleur Bunny. En ik heb nog eentje van haar collectie. Want ik vind haar collectie eigenlijk een van de mooiste bij Kylie Cosmetics. En deze heet Khloe Money. Khloe Money. Ik ga helemaal stuk. Ik ga eerst Bunny voor jullie swatchen. Zo ziet Bunny eruit. En zo ziet hij er op mijn hand uit. Sorry, ging een beetje mis. Maar zo ziet hij er dus op mijn hand uit. Super mooie kleur. Echt zo'n mooie nude. En dit is Khloe Money. Ik vind trouwens de verpakkingen van de collectie van Khloe echt super mooi. En helemaal links is dus Khloe Money. Iets donkerder dan Bunny. En ook wat warmer. Zo kun je ze echt goed zien. Heel mooi. Allemaal trouwens. Dan heb ik een lip liner van de collectie van Kris Jenner. En deze collectie is echt zo gaaf, hè. Eigenlijk wou ik echt heel veel van deze collectie kopen. Maar heel veel was al uitverkocht tijdens Black Friday. Maar ik ga even deze lip liner swatchen. Hij is best wel aan de lichte kant, zeg maar. Maar een heel goede nude. Hij ziet er dus zo uit. En de verpakking lijkt eigenlijk gewoon op die van Kylie Cosmetics. Niks bijzonders verder. Ik ga hem nu swatchen. Helemaal links is dus de lip liner van Kris Jenner. En hij doet me een beetje denken aan Candy K, die kleur van Kylie Cosmetics. Een hele mooie kleur. Maar ik had dus gedacht dat ik de lip liner zou matchen met Bunny van Khloe. Maar ja, de lip liner is gewoon veel te licht daarvoor. Dus ja,
Ik vind hem een beetje rossig, een beetje meer. Maar echt heel erg mooi. De kleuren zijn inmiddels opgedroogd. En ja, dit zijn ze. Angel wordt iets donkerder. Zoals ik zei, heeft het een beetje zo'n oranje ondertoon of zo. Sam is inmiddels thuis. Hi. En ja, wat gaan wij mee, hè? Zullen we die trainingspakken? Heel mooi. Mooi, hè? Met sweats van Big Sean. Ik vind die kleur ook echt mooi. Dat is echt mooi. Nu zie je niet goed in het donker. Ja, ik weet het. Oh, heel mooi. Dat is heel mooi stof. Ja. En dit is een t-shirt. En dan nu voor jou. Spannend! Ik heb jou twee. Twee! Twee! Jij zei één! Ja, dat is de vaste. Oké, doe maar. Jij mag hem uitpakken. Moet ik hem uitpakken? Ja, vind ik leuk. Nou, dit is de eerste. Oké. Oh, ik vind deze echt vet! Kijk dan hoe mooi! Ik vond deze echt mooi, man. Ik had deze al gezien op de foto, maar deze is echt mooi. Hè? Mooi. Ja. En dat is de tweede. Oké, welke is de tweede? Oh, die gouden! Oh, ik vind deze zo stoer. Weet je waar die mij aan doet denken? Oh. Die van Louis Vuitton. Ken je die? Ja, klopt. Ja. Ik vind deze zo gaaf. Dikke. Dankjewel. Mag ik een kusje? Alsjeblieft, schat. Ik heb net een salade gemaakt van Nessie. Met kikkererwten. En ik eet de laatste beetjes op. Ik ga ze omkleden. En dan gaan we even samen naar de gym. Ik heb er echt best wel zin in. Ik wil voor 1 uur naar bed. Hoe laat is het nu dan? 11:15. Kom goed. Jongens, ik ben weer thuis naar het sporten. Ik ben helemaal back af. Mijn Kylie Cosmetics producten hebben het overleefd naar het douchen. Zo goed zijn ze. Dan heb je blijkbaar niet genoeg gezout. Wat wil jij nou? Hij heeft me helemaal afgemat. Ik was er zo graag van geworden. Ik wou bijna huilen. Maar ik wil altijd het gevoel na het sporten. Beter ik... gedaan. Ja? Dan de vorige keer. Ja, alleen trainen, maar ik moet echt een sport-BH aandoen, want ik had echt last van mijn borsten tijdens trainen. Dus ja, ik vind het achteraf altijd wel fijn als ik heb gesport. Maar op het moment zelf kan ik echt wel janken. Maar ik dacht, ik ga even nog de vlog afsluiten met Nessie. Kom je ook even bukken? Nee? Oké, niet. Nou, dat was mijn vlog al even vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. Ik ben echt zo fit naast jou. En ik zie jullie morgen weer. Doei!